gesproken, dat gaat gewoon door tijdens deze show? Ja, deze koeien die zijn iets lager in de rangschikking gekomen. En dit zijn de jonge dieren die vanmorgen gekeurd zijn. En zo gauw als de keuring afgelopen is voor ze, worden ze meteen gemolken. Want wat gebeurt er als ze vandaag niet gemolken wordt? Nou, elke koe die wordt gewoon 2 keer per dag gemolken. En zo daar komt de melk ook uit de koe. Dan komt de optimale productie, zeg maar. Dus dat is ook de broodwinning van de boer, zeg maar, de melk. En zo'n kudde hou je echt niet in bedwang. Al ben ik van huis uit helemaal niet bang. Maar in plaats van al die koeien die alleen maar kunnen loeien, heb ik liever nog dat paard weer in de gang. Ze zijn allemaal geschoren, deze koeien. Ja, dat klopt. Om ze er mooier uit te laten zien. Ja, het is echt een soort modeshow dat je wel eens bij vrouwen ziet. Maar het is echt een soort modeshow voor een koe. Ja. Nou, bij de modeshow doen de vrouwen nog een beetje wat je wil. Maar deze vrouwen die hebben een eigen willetje, of niet? Dat klopt. Sommigen kunnen een hele eigen sterke wil hebben. Ja. Ja, wat doen de boeren daartegen om dat een beetje te bedwingen? Dat is vooral het oefenen thuis. Maar als je daarvoor al het een beetje in de damp kunt smoren. Zo een koe uit de stal trekken en hiermee heen brengen, dat is er eigenlijk niet meer bij. Je moet wel een goede voorbereiding treffen om hier goed te kunnen lopen. Ja. Jury, waar let die allemaal op in het kort? De bouw van een koe, de balans in een koe, correctheid in het kruis, de uier, hoe als die gevormd is, de aanhechting, de hoogte ervan. En de benen, zijn de benen goed van kwaliteit, dus geen vocht op de botten, zeg maar. En is de stap goed? Kunnen ze een leven lang in de stal of buiten in de wei, kunnen ze goed stappen? En is het dan ook zo dat met vakprogramma's dat je dan de ultieme perfecte koe kan creëren? Het kan wel. Het zegt niet dat dat altijd gebeurt. Het kan zo kunnen. Zou het maar zo kunnen dat jullie die al hebben en dat wezen per volgend jaar en het jaar erop weer gaan winnen? Dat is een grote kans. Die geef ik, we hebben 2 jaar achter elkaar gedaan. Ik geef het volgend jaar weer een kans. Ja? Het